Yo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze Clash Royale video. Jullie zien het, de legendarische koningskist. We gaan deze video mijn legendarische koningskist openen. Dat is super goed. Dan bespaar je gewoon 22 euro. Hier zie je natuurlijk de legendarische koningskist. Heb ik zo lang opgewacht. 3 weken lang om precies te zijn. En ja, nu maak ik een screenshot. En ja, voor mij ga ik er nu op maken. 4000 gold, goud. Ik ga kiezen voor de ridder. Ik denk de ijskolom, maar die is super goed. Mega gunstig, omdat ik die wat minder heb. Ik moet nu kiezen voor de Tesla. Maar ik weet niet of ik hem ook niet even ga. Misschien moet ik hier. En de prins. De legendarische kaart. De legendarische kaart. Wat zijn er meteen? De Nachtex en de Funky. Ja, ik zat nog te twijfelen. Want Sparky, die kan goed zijn. Maar tegen skeletten legen is het slecht. Dus ik zat te twijfelen. Maar de Nachtex kan weinig damage doen. Maar ik ga toch denk ik voor de Nachtex. Dat was de kist. Ja, ridder, ijsgolem, mega gunsteling, Tesla, musketier, prins en nog edelstenen en vastschuiten en kobolden. En de volgende kist is de magische kist. Oh ja, en de legendarische kaart was de Nachtex. Ja, en ik hoef nog maar 2, 4, 6 kaarten. Nou, 6, ja, hier. Roep vleermuizen op die onder haar bevel staan. Zelf na haar dood komt ze dichtbij. Dan helpt ze zelf mee met haar griezelige straf. Hier. Kijk hoor, hoeveel levenspunten. Ja, heel weinig. Want ik heb ook de afgelopen een paar potjes gespeeld. En, want ik heb geen audio om deze video gedaan, maar nu wel. Dus dan val ik niks mee. Nu ga ik even 2 versus 2 spelen. Oké. Even wachten. Dus ik doe het dan in. Mijn zap is hier weg. Bandit, met de buitenprint is genoeg. Dan is hij wat slecht. Thank you.
dan kan het ook. In dat moment viel het geluid uit. En toen realiseerde ik me dat ik ook dit moet doen. Gewoon normaal praten. Kijk, ik heb mijn drie musketiers gekloond, maar hij moet ze meegereden. Ja, hij is best wel een goede speler. Ik hoop dat hij iets heeft. En mijn 1000 punten heeft net genoeg hits van te... Oeh. Pakken. Zie je, als die kobold er niet was, had ik gewoon gewonnen. Maar ja, goed gespeeld. En... voor mij ga ik nu terug. En ja, is mijn clan. Ja, en join ook mijn... join de clan. Het is niet mijn clan, maar het is gewoon... de meisje die ik ken, heb ik meegedaan. Oh ja, en er was ook nog een Clan Order aanbieding, maar die heb ik niet gekocht. Komt door echt omstandigheden. Puur skeerheid. Skeerheid is het probleem. Ja, hopelijk vond je deze video tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet om mijn kanaal te abonneren. En ik zeg later.